Goedemorgen allemaal. Na een frisse start, zoals we net al zeiden, starten we dan nu met de festivaltent. Ik noem het maar zo, festivaltent De Beste Besluiten. Welkom allemaal. Iedereen die zich heeft aangemeld. Ik ga jullie zo meteen helemaal meenemen in wat we allemaal gaan doen en wat jullie mogen verwachten. Maar in eerste instantie wil ik eigenlijk aftrappen met een hele korte introductie. En die korte introductie die gaat over dit thema, de beste besluiten. Want de beste besluiten suggereert dat er zoiets is als de beste besluiten. Nou, ik hoop dat we in deze tijd dat we met elkaar hier zitten, deze twee uur, er ook achter durven komen dat de beste besluiten misschien wel veel meer gaat over iets anders. De weg ernaartoe. Wie zal het zeggen? Hoe zijn we nou op dit thema gekomen? Hoe ben ik op dit thema gekomen, de beste besluiten? Waar zit eigenlijk die gretigheid om hier iets mee te gaan doen? Dat komt omdat ik in de introductie van mijn werk als afdelingshoofd van de afdeling onderzoek en advies bij het waterschap, met alle waterschappen, met al mijn collega's, even knieën van de waterschappen heb gesproken. En dat was gewoon een leuk gesprek. Toen nog zonder corona, dus dat kon nog lekker fysiek gewoon op kantoor. Geen mondkapjes. Afstand hielden we natuurlijk wel, want dat is gewoon altijd netjes om te doen. Maar het was wel zo dat daar het gesprek al snel heel veel gelijkenis had met alle andere gesprekken. Want het thema was eigenlijk altijd, ja, we hebben veel feiten, maar we moeten ook beslissingen nemen. En die beslissingen die zijn niet altijd gebaseerd op feiten. Of althans, misschien op andere feiten dan dat we normaal als waterschappers, en dan noem ik eventjes wij als techneuten, snel geneigd zijn om als feiten te bestempelen. Nou, die spanning tussen enerzijds besluitvormen en anderzijds die onderbouwing, dat deel van die techniek koppelen aan en hoe gaat het dan landen in de maatschappij, ja, dat vind ik bijzonder interessant. Al met al is dat eigenlijk de aanleiding tot wat we nu aan het doen zijn en wat we nu gaan doen. Een idee om samen, ook na afloop van dit festival, meer van elkaar te weten te komen over hoe kom je nou tot het beste besluit. Allemaal waanzinnig van harte welkom dus nogmaals. En we gaan snel van start. Even ter introductie. Ter introductie, Vincent Machau. Ik heb jou leren kennen bij een opleiding die ik zelf volg. Een geweldige opleiding, althans vind ik zelf. Die gaat over complexe situaties. En daar heb jij een inspirerend verhaal verteld. En ik dacht voor dit festival, dan lijkt het me dat gewoon heel erg goed om jou daar in ieder geval een soort klein collegetje te geven. Als een soort warming-up. En Vincent, je bent de hoogleraar omgaan met ondiepe of in ondiepe onzekerheid. Ik zou zeggen, aan jou het woord. Dankjewel, Auke. Ik ben inderdaad ik ben niet zozeer hoogleraar ondiepe onzekerheid, maar meer hoogleraar diepe onzekerheid. Oh ja. Dus maakt niet uit, kleine slip of the tongue, maar ik ben hoogleraar diepe onzekerheid aan de Radboud Universiteit, 2,5 dag in de week. En daarnaast, tegen niemand vertellen, ik ben ook ingenieur van huis uit, werk ik ook nog 2,5 dag in de week aan de TU Delft. En daar hou ik me bezig met langetermijnplanning rondom mobiliteit, ruimte, et cetera. Ja, dus ik probeer een beetje domein en methode probeer ik aan elkaar te verknopen. Het methodologische deel doe ik met name in Nijmegen. Het toepassingsdeel doe ik vaak in het Delftse. Even kijken of iedereen mijn slides nu ziet. Ik vermoed van wel. Waar gaan we het over hebben vandaag? Doen feiten ertoe? Hè? Dat is eigenlijk de vraag. Dat is de grote vraag. Uiteraard zou ik bijna zeggen, ze doen er zeker toe. Maar helaas is het soms de situatie, en heden ten dagen heb ik toch een beetje de wind mee met COVID-19 in het achterhoofd, is dat we de feiten niet weten of zelfs zeer beperkt weten. Ja? Of nog erger, er zijn verschillen van mening over feiten. Ja? Variërend van loodrecht op elkaar staan tot het ligt nog een beetje in elkaars verlengde. Nou, dan, als dat al allemaal het geval is, dan betreed je in feite toch de wereld van de onzekerheid. Ja? Waar we te maken hebben met een bepaalde mate van beperkte kennis over feiten in de toekomst.
Maar ook in het heden. Soms begrijpen we het heden gewoon ook niet. En soms begrijpen we zelfs het verleden ook niet goed. Kunnen we niet goed verklaren waarom iets gebeurd is zoals het gebeurd is. Ja. Waar gaat het dan in feite om? Ik hou me dus bezig met diepe onzekerheid binnen besluitvorming. Dan gaat het dus met name om de lacune, zeg maar, tussen de gewenste kennis die nodig is om tot een goede beslissing te komen, tot een juiste beslissing te komen, en de beschikbare kennis. En natuurlijk is er een grote discussie altijd van wat is dan wel goed? Want dat wil ook nog wel eens veranderen. Dus als we te maken met onzekerheid hebben, wat dan? Wat moeten we dan doen? Moeten we dan toch maar een keuze maken? Moeten we wachten? Soms kan dat niet. Moeten we meer studie doen? Dat soort dingen, dat weten we niet. En onzekerheid is een toenemend probleem. Ja? Vroeger werd het verleden toch wel gezien als een zeer goede voorspeller van de toekomst. Hè? Dat gaat allemaal prachtig en allemaal goed als veranderingen langzaam gaan en systemen onafhankelijk zijn, zoals we dat noemen. Maar tegenwoordig hebben we te maken met zeer snelle veranderingen en systemen die sterk gekoppeld zijn. In het plaatje zie je dat een beetje verbeeld voor het zogenaamde mobiliteitssysteem, waar we te maken hebben niet zozeer alleen met fysieke mobiliteit, dus lees infrastructuur, autootjes, treintjes, maar we hebben ook te maken met het ruimtelijk systeem. Waar zitten in feite al de punten waar we heen willen, om het zo maar te zeggen. En heel belangrijk op dit moment is de zogenaamde telecommunicatiesysteem, waar we te maken hebben met digitale connectiviteit. En de boodschap is eigenlijk dat die systemen in toenemende mate samenwerken ten einde onze bereikbaarheid al dan niet te vergroten. Maar niet alleen dat mobiliteitssysteem, maar er zijn natuurlijk ook hele andere systemen. Jullie komen uit de waterwereld. Nou, dan heb je te maken inderdaad met waterbeheer en dan heb je te maken met klimaatverandering. Maar ook terreinen op het gebied van energietransitie, informatie- en communicatietechnologie. Denk eens aan de toekomst van het onderwijs. Oh ja, en dan is er ook nog zoiets als pandemieën. Kortom, er is onzekerheid en dan precies zijn diepe onzekerheid waar we mee geconfronteerd worden. En ik geloof dat Rutte het heel verstandig gezegd heeft, maart jongsleden in een persconferentie, dat we met 50% van de informatie 100% van de beslissingen moeten nemen. Dat is nu heel erg van toepassing met betrekking tot de pandemie. Maar dat is natuurlijk al veel langer gaande op de terreinen die hierboven genoemd worden. Nou, hoe zouden we dat nou traditioneel doen? Wat is nou de traditionele analytische benadering om met onzekerheden om te gaan? Is van, nou, we gaan in feite in eerste instantie eens even kijken wat is nou het probleem en wat zijn nou de doelen die we voor ogen hebben. Zowel van de probleemeigenaar als van degene die betrokken zijn, de stakeholders. Vervolgens gaan we een lijst van mogelijke oplossingen genereren om die doelen te bereiken. En dan gaan we eens even kijken hoe die effecten van verschillende oplossingen hoe die zich laten vatten met behulp van modellen en scenario's binnen een aantal plausibele toekomsten. Ja? En dat geheel wordt dan gepresenteerd aan de probleemeigenaar en de stakeholders. En die dienen dan op basis van een afweging tot een uiteindelijke beslissing te komen. Dat is zeg maar de traditionele manier waarop we omgaan met onzekerheden. Ja? En dat kun je hier nog eens heel mooi zien in dat framework. Zoals we dat gebruiken, hè, waarin we in het hart hebben daar staan het systeemdomein. Dat is in feite het systeem waar we in geïnteresseerd zijn. Dat kan een watersysteem zijn, dat kan een stad zijn, dat kan een onderwijssysteem zijn, dat kan een gezondheidszorgsysteem zijn. Nou, dat systeem dat presteert bepaalde zogenaamde outcomes of interests. Dat zijn criteria op grond waarvan we het systeem beoordelen. Ja, die houden we tegen onze doelen aan. Dat ziet u daar rechtsbovenin. En als daar een gat tussen zit, dan gaan we proberen een beleidsplan te ontwikkelen waarmee we dat systeem proberen te beïnvloeden ten einde onze uitkomsten dichter bij die doelen te brengen. En dat doen we natuurlijk niet alleen als besluitvormer, maar dat doen we in overleg met onze stakeholders. Tot zover is er niks aan de hand. Alleen, we hebben ook nog te maken met iets als externe factoren. Ja, dus externe invloeden, zeg maar, die ons systeem beïnvloeden en zeer belangrijk zijn voor onze outcomes of interest. En daar hebben we dus niet of nauwelijks controle over. En daar komt in eerste instantie een deel van de onzekerheid vandaan. Ja. En we zeggen dan ook dat onzekerheid eigenlijk overal aanwezig is. Ja, het gaat over die externe factoren. Dus dan gaat het over demografische, economische, et cetera, ontwikkelingen. Allerlei externe, exogene invloeden die het systeem waar we in geïnteresseerd zijn beïnvloeden. We hebben ook te maken met onzekerheid over de effecten van onze plannen. En dat heeft weer te maken met een hele belangrijke, namelijk de zogenaamde structurele onzekerheid of de systeemonzekerheid. We weten niet precies hoe een systeem werkt. En dat kan een gezondheidszorgsysteem zijn, maar dat kan ook een watersysteem zijn, dat kan het klimaatsysteem zijn, et cetera. En
last but not least, is de waardering van de beleidseffecten. Hè? Dus welke gewichten geven wij nu en in de toekomst aan de effecten? Denk bijvoorbeeld even aan de recente discussie die er is op het gebied van de afweging tussen enerzijds economie en anderzijds veiligheid in termen van gezondheidszorg. Je ziet gewoon dat die afweging door de tijd aan het veranderen is. Ja? Dus op die manier is onzekerheid in feite overal in het systeem aanwezig. En wordt het lastig om voorspellingen te doen en op grond daarvan juiste beslissingen te nemen. Wij hebben dit nog eens verder uitgewerkt in de wetenschap. Daar zijn we gek op om een typologie van onzekerheid te maken. Nou, wat we in feite de grote boodschap van deze tabel is dat je verschillende niveaus van onzekerheid hebt binnen verschillende locaties in dat framework wat ik jullie net liet zien. En ik wil jullie met name richten op level 4, de zogenaamde diepe onzekerheid. Level 1, niveau 1 tot en met niveau 3, dan gaat het meer om de klassieke onzekerheid, waarbij 1 en 2 de echte klassieke benaderingen zijn, waarbij je probeert met allerlei kansberekeningen aan te geven wat de kans is op een bepaalde ontwikkeling. Ja. Bij niveau 3 gaat het om de klassieke scenario benadering in feite, waarin je zegt van nou, ik heb een bepaalde bandbreedte waarbinnen een ontwikkeling gaat plaatsvinden en ik veronderstel dus dat ik die toekomst redelijk kan afbakenen. En bij niveau 4 kun je dat veel lastiger en heb je dus te maken met allerlei toekomsten, waarbij je misschien nog iets aan afbakeningen kan doen of zelfs helemaal niet en toch moet je een beslissing nemen. Dus hier zie je in feite 4 niveaus van onzekerheden, waarbij bij diepe onzekerheid het met name over het 4e niveau gaat. En we definiëren diepe onzekerheid dan ook, daar is een formele definitie voor, die staat hier keurig opgeschreven, maar dan gaat het in feite om het feit dat we niet weten of het niet eens kunnen worden, experts zelfs kunnen het niet eens worden, over wat nou precies het model is wat een bepaald fenomeen moet beschrijven, dan wel wat de kansen zijn die bij dat fenomeen horen, of wat de waardering is van de uitkomsten van allerlei ingrepen die je wilt doen in een systeem. Dan praat je over diepe onzekerheid. Nou, en die diepe onzekerheid vereist echt nieuwe benaderingen. Ja? Want die traditionele benaderingen die veronderstellen eigenlijk toch wel dat we redelijk goede kennis hebben van een systeem en met name de structuur van het systeem als mede de omgeving. En daardoor hebben we een redelijk voorspelbare toekomst. We hebben te maken met graduele veranderingen. Er is consensus in termen van waarden, normen. En we kunnen onze klassieke modellen goed gebruiken om te voorspellen. Maar vandaag de dag worden we steeds meer geconfronteerd met problemen waarbij systemen nou gekoppeld blijken te zijn. We hebben niet meer te maken met één specifiek systeem. We hebben vaak te maken met wat we noemen systems of systems. Ja? En dat zorgt ervoor in feite dat we te maken hebben met een onvoorspelbare toekomst, waarbij veranderingen zeer snel gaan en diverse en controversiële waarden. Ja? En dus kunnen we met onze standaard modellen en onze klassieke scenario aanpak onvoldoende omgaan met deze onzekerheden. En dit vereist in feite toch wel wat wij noemen hele andere benaderingen. En dat vatten wij samen als decision making under deep uncertainty, DMDU. Rechts ziet u in het plaatje, zie je dat nog een keer prachtig geïllustreerd, vind ik zelf. Waarbij we dus zien dat we eigenlijk problemen hebben die zich rechtsboven in het diagram afspelen. Waarbij we te maken hebben met diepe onzekerheid, ambiguïteit of zelfs unknown unknowns. We weten niet eens wat we niet weten. Ja, dat is op de x-as. En op de y-as hebben we te maken met de zogenoemde waardendiversiteit die toeneemt in termen van controversie, maar ook normen en waarden die alle kanten opgaan. Ja? Dus we zien dat we in feite met veel situaties te maken hebben met rechtsboven het diagram, maar al onze methoden en technieken die we hebben, die zitten eigenlijk in het meer simpele segment linksonder. En dat geeft dus problemen. Als we het dan hebben over het omgaan met diepe onzekerheid, kan ik het beste de benadering die we daarvoor voorstellen, de benaderingen die we daarvoor voorstellen, aangeven door het af te zetten tegen de klassieke benadering. De klassieke benadering zie je hier links in beeld, waarbij we in feite niks doen, anders doen dan het maken van aannames over de toekomst en de effecten van onze interventies, effecten van onze maatregelen, en op basis daarvan een keuze maken, choose policy. Maar wat brengt beslissing DMDU, decision making under deep uncertainty, dan als extra, die gaat in feite kijken van, als je dan zo'n eerste plan of een strategie gekozen hebt, hoe kan dat dan fout gaan? Die doet in feite een soort stresstest.
zowel in termen van kwetsbaarheden, maar ook, en dat wordt hier niet genoemd, kansen. Ja? Het is niet onzekerheid is niet noodzakelijk negatief. Ja? En vervolgens, als je die kwetsbaarheden dan in kaart hebt, probeer je ook al na te denken over maatregelen die je kan nemen om met die kwetsbaarheden om te gaan in de toekomst, indien dat nodig is. En dan betreed je in feite de wereld van wat wij noemen adaptief beleid. In mijn pitch gaf ik al een beetje aan dat dat niks anders is dan in feite een boottocht van A naar B, waarbij je niet de wind kan controleren, maar wel de zeilen. En op die moment ben je dus voorbereid op allerlei weerstoestanden. Maar in feite adaptief beleid, als je dat samenvat, dan heb je het over het starten van een veelbelovend basisplan, een soort veelbelovende basisstrategie, waar iedereen het over eens is dat, nou, dat is wel no regret, om het zo maar te zeggen. En daarnaast tref je ook voorbereidingen ter bescherming van dat basisplan. Ja, dus je denkt na over de kwetsbaarheden en kansen, de toekomsten in feite van, hoe kan dit fout gaan, of hoe kan het beter dan goed gaan, om het zo maar te zeggen. Vervolgens, ook belangrijk en essentieel bij adaptief beleid, is het installeren van een monitoringsysteem. Ja, waarbij je in feite de ontwikkelingen en gebeurtenissen gaat monitoren die je op dit moment niet weet. Het enige wat je wel weet is wanneer je ingrijpt, daar heb je over nagedacht. Je denkt na op het niveau van, hey, op dit moment als het nog verder gaat, als het water nog meer stijgt, dan moet ik ingrijpen. En je weet ook al hoe je gaat ingrijpen en dat heb je ook al voorbereid. Ja? Dus dan doe je in feite de aanpassingen die in de toekomst dit vereist. En vanuit wetenschappelijk perspectief blijkt dit het meest robuust en effectief te zijn in geval van diepe onzekerheid. Ja? Hier staat dit adaptieve plan nog eens keurig uitgewerkt in een prachtig schema. Wij wetenschappers zijn gek op mooie schema's. Ik geef jullie aan het eind van deze presentatie een literatuurverwijzing waarin je dat allemaal nog eens rustig kunt nalezen, inclusief dat schema. Maar wat je in feite ziet is dat de elementen die ik op de vorige sheet genoemd heb, komen hier nog eens uitgebreid terug met alle links en verwijzingen van hoe je dat dan moet doen. Ja? Tot slot, weer even terug naar het begin. Do facts matter? Ja, nog steeds uiteraard natuurlijk. Alleen het probleem is dat we steeds meer moeten beslissen op basis van minder facts of onzekere facts, om het zo maar te zeggen. En dan gaat het erom dat je dit erkent en accepteert. En dan wordt het ook steeds belangrijker dat je dat opzodanig doet. Dus we hebben het veel meer over be prepared, om het zo maar te zeggen. We moeten switchen van een zogenaamde, wat we nu noemen, predict and act, voorspellen en acteren aanpak met onze huidige modellen en scenario's, naar een zogenaamde prepare and adapt aanpak. Ik wil u danken voor uw aandacht en u nog even wijzen op dit boek, Decision Making on the Deep Uncertainty, wat door mij weliswaar met een aantal collega's geëdit is, maar door een hele groep van wetenschappers en practitioners over de hele wereld, veelal ook werkzaam in de water- en klimaatwereld, aandacht hebben gegeven van wat zijn nou verschillende methoden om te gaan met diepe onzekerheden en ook toepassingen daarvan. En dit boek kunt u vrij downloaden op deze link. Nogmaals, hartelijk dank voor uw aandacht. Terug naar Auke. Ja, en dat is ook weer zo strak, hè? Allemaal, jouw verhaal klopt precies in de tijd. Dat is ook gewoon een feit. Dus het is wel, dat is, mag ik toch wel een keer zeggen. Heel, heel tof. Dankjewel, Vincent. En een mooi verhaal over die onzekerheid. Ik kan mij voorstellen dat je, ik zet het net ook al in de chat, dat er heel veel informatie in een kort tijdsbestek voorbij komt. Hè. Er worden even een paar diagrammen gelanceerd. Wees niet bang om vragen te stellen. Dat gebeurt ook al mooi in de chat. We reageren daar niet gelijk op, want ik ga zo meteen even uitleggen hoe het de rest van het programma zal zijn. En de reacties op de chats, daar denken wij ook even over na. Dus we doen dat niet gelijk en uit de losse pols, maar omdat we dus twee hoogleraren in ons midden hebben en ervaringsdeskundigen, gaan we die vragen zo meteen goed beantwoorden. Maar wat mij betreft gaan we nu naar het volgende onderdeel en dat is de introductie van wat we vandaag verder gaan doen. Ja, want dit kennisfestival en vooral dit moment De Beste Besluiten bestaat eigenlijk uit twee delen. En dat is ontstaan omdat we zo enorm veel aanmeldingen hebben gehad, is dat we keuzes hebben moeten maken. Nou,
En die keuzes die hebben ertoe geleid is dat we een plenair deel hebben. Eigenlijk twee delen. Dat is namelijk de introductie, zoals we nu net hebben gedaan. En zometeen ook het slot. En ik wil iedereen die hier nu sowieso is uitnodigen om ook bij dat slot te zijn. Want tijdens dat slot zullen we ook terugkomen op de vragen die ook al in de chat worden gesteld. Dus mocht het zo zijn dat je alleen maar bij het begin en bij het einde van dit event aanwezig kan zijn, wees er dan ook bij, want we zorgen ervoor dat er een wrap-up komt, zodat je ook deze informatie allemaal kan krijgen. Dus dat wou ik al even aan de voorkant zeggen. Naast Vincent als hoogleraar is ook Etienne Rouette aanwezig. En niet alleen Etienne als hoogleraar, maar ook nog eens een keer mensen echt uit de inhoud. Die kom ik zo meteen even introduceren, maar eerst even naar Etienne. Goedemorgen en ook welkom. Jij hebt net ook Vincent horen praten. En ik heb aan de voorkant hebben we natuurlijk ook al met elkaar wel eens gesproken over het onderwerp. Maar toch wou ik je vragen, vanuit jouw perspectief aanvullingen op dat verhaal wat Vincent net ook heeft gezegd? Ja, dat heb ik wel. Mijn ervaring zit vooral in de organisatieproblemen die heel complex zijn. Maar waarin je een groep mensen bij elkaar kan brengen en eigenlijk kan vragen, hoe is het zover gekomen? Dus waarin ze samen kunnen gaan zitten en het probleem in kaart brengen. En die vraag, die werkt volgens mij heel erg goed. Dus je hebt een groep mensen voor je die ieder vanuit hun eigen perspectief naar een complex probleem kijken. Maar die moeten wel samenwerken om dat op te lossen. Dan kun je als startvraag dus vragen, leg mij uit hoe dit systeempje in elkaar zit en wat hier allemaal gebeurd is. En in mijn ervaring, als je met zo'n groep aan de slag gaat, dan kunnen ze dat best uitleggen. En dan kom je uiteindelijk wel nog op een aantal dingen die onzeker zijn, die je verder kan onderzoeken. Maar wat ik daarin belangrijk vind, is de vraag, hoe is het zover gekomen? Wat is het systeem wat hierachter zit? Is een hele logische vraag om mee te beginnen. Je had namelijk ook allerlei andere dingen kunnen vragen. Wie is hier in de fout gegaan? Hebben we de protocollen gevolgd? En hoe gaan we het budget verdelen? En dan krijg je hele andere soorten discussies die niet automatisch op consensus uitkomen. Maar ik besef heel goed die benadering van wat is het systeem wat achter het complex probleem zit, geef je maar een deel van de informatie die relevant is. Ik heb vaker gezien in projecten voor justitie, in andere projecten van collega's in Engeland. Als je dat systeem al in kaart gebracht hebt, daarna wil eigenlijk iedereen eens kijken hoe we dit kunnen optimaliseren tegen zijn eigen doelen. En dan kan het weer alle kanten op gaan. En dat is waar Vincent het volgens mij ook over heeft. De diversiteit in waarden en die mensen verschillende kanten opstuurt. Je houdt dus altijd onzekerheid over de agendas van andere mensen. Je houdt altijd onzekerheid over zoiets als COVID. Hè? Toekomstige ontwikkelingen die jouw systeem enorm kunnen beïnvloeden. Dus ik denk, naast de kennis bij elkaar zetten over hoe is het allemaal zover gekomen, wat is het systeem waarmee we werken, dan kom je er niet aan om ook nog outside in te denken. Wat zijn relevante dingen die in de toekomst kunnen gaan schuiven? Wat zijn agendas van andere partijen? En dan is een benadering die gericht is op adaptiviteit, waarin je voorbereidt op, waarin je kijkt naar wat zijn nou de grootste vulnerabilities, hè? Waar zijn we het meest kwetsbaar? En wat zijn dan de plannen die we uit de kast kunnen trekken? Dat lijkt mij geen zinvol. Want het lijntje doortrekken, dat dachten we misschien in de jaren 70 of 80. Maar dat is het lijntje van wat we in het verleden hebben gezien doortrekken naar de toekomst. Ik denk dat we daar steeds minder van zijn. We zullen moeten werken met grote onzekerheden. Maar ik denk in dat opzicht, ik zal niet te lang meer doorpraten, Auke, maar is het heel goed om het systeem dat we nu zien, om de kennis daarvoor in kaart te brengen, maar dat ook te confronteren met, en wat kan we dan nu allemaal gaan schrijven? Die dingen zijn volgens mij complementair. Inside out en outside in. Mooi, dankjewel. Ja, zo even een klein tipje van de sluier die we nu hebben opgelicht over de gesprekken die nog kunnen plaatsvinden, nog in dit event. Deze hele dag eigenlijk door. Volgens mij een mooie aanjager om te denken. En die mens die is zo bepalend bij het bepalen van onze toekomst, hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, Etienne. Vincent die daarin eigenlijk met die onzekerheid dus hebben we rekening te houden. Die mens als factor in dat hele verhaal.
Ik ga even snel door naar het volgende. Dat is dat ik de tafelheren en dame wil introduceren voor zometeen het moment wat hierna gaat gebeuren. Dat is dat er groepen uit elkaar gaan om met elkaar wat inhoudelijker te praten. En alvorens ik dat doe, wil ik eventjes iedereen die dus nu nog luistert ze ook uitnodigen om zo meteen bij het slot aanwezig te zijn. Dat begint weer heel strak op tijd. Dus wees daar alsjeblieft bij. En dan krijg je ook de conclusie te horen. En dan gaan we ook nog eventjes wat dieper in gesprek. Voordat we daarheen gaan, zou ik het leuk vinden als onze tafelheren en dames, die komen voor mij ook nog even in beeld, had ik begrepen. Kijk, daar zijn ze. Dat gaat heel mooi. En welkom allemaal. En ja, een korte introductie en die zal ik eventjes doen. Jim van der Geer, afdelingshoofd Waterschap Drentse Overijsselse Delta. Mooi dat je erbij bent, Jim. Ook een beetje spannend en nieuwsgierig naar wat je allemaal in input krijgt, neem ik aan. Nou, ik denk dat ik er zelf meer van leer als tafelheer, hoop ik. Want ik weet wel zeker dat ik er ook heel veel van kan leren. Iedereen denkt dat je het goed doet. Maar ik ben steeds meer onzekerder geworden naarmate ik meer ervaring heb als leidinggevende. Dat is eigenlijk mijn leercurve tot nu toe. Ja, mooi. Nou, dat is al een mooie introductie en een mooie opening voor zo meteen het gesprek. Roel Bronda, Stichtse Rijnlanden. Nou, dezelfde vraag eigenlijk aan jou. Ja, ik heb hetzelfde gevoel wat Jim ook schetst. En ook door de verhalen die we zo net al gehoord hebben. Je ziet gewoon dat onzekerheid een heel belangrijk gegeven is. Ik werk er al 10 jaar mee in mijn praktijk. En probeer het al 10 jaar te pakken te krijgen. Maar ja, dat lukt natuurlijk maar ten dele. En over die weerbarstige praktijk gaan we het zo meteen verder hebben met de groep in de sessie. Heel mooi. Corine. Ja. Hey, hallo. Zelfde vraag, denk ik. Ja, laten we dat maar doen. Zelfde vraag, dat is makkelijk. Nou, om er nog iets aan toe te voegen, dacht ik bij de presentaties ook wel van onze drang naar zekerheid en toch wel telkens gaan voor de beste besluiten en dan toch altijd overtuigd zijn van dit zal wel het beste zijn. Dat je dat gewoon los moet laten en die onzekerheid ook moet accepteren. Dat je dan eigenlijk een veel sterker besluit hebt dan denken dat je iets vastgekaderd hebt en dat is het. Dat triggerde me zo net wel en daar gaan we het zo meteen denk ik ook nog wel verder over hebben. Dus heel goed. Wordt vervolgd. Ja, wordt vervolgd. Heel, heel fijn. Mooi zo. Ja, Rob, last but not least. Voor jou dezelfde vragen. Ja, hebben dezelfde functie als Auke bij Waterschap AMA's. Wat ik wel heel interessant vind is, hoe neem je nou een besluit als je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt? Bijvoorbeeld bij een calamiteit. We hebben dus straks al even, we hebben al heel veel zaken gehoord rondom de mens. Mens is een belangrijke factor. Maar als je geen tijd hebt en er moet wel iets gebeuren, hoe doe je dat dan? Dus dat is veel leuk om daar met een hele groep mensen straks even over verder te praten. Ja, heel mooi. Heel, heel goed. Nou, dat gaan we dus zo meteen doen. Volgens mij heb ik, en dat is ook een beetje, ik voel me echt zo'n radio-dj of zo'n televisie-host. En dat ik merk toch dat ik daar zelf ook nog wat in te leren heb. Dus was dit nou het beste besluit? Dat weet ik niet of ik dat zelf moest doen. Maar we gaan gewoon door. Ja, daar zijn we weer. Na een dikke 40 minuten afwezig te zijn geweest. Althans, niet voor iedereen, maar wel voor een deel van hopelijk de mensen die allemaal weer zijn aangehaakt bij het laatste deel van de beste besluiten. Iedereen weer welkom. En we gaan een laatste moment van deze bijeenkomst gaan we gebruiken om een beetje te reflecteren op wat we allemaal hebben gezien en gehoord. En dat doen we aan de hand van de tafelheren en tafeldamen die een stukje reflectie geven over het gesprek waar zij in zijn beland en wat hun inzichten daarbij zijn ontstaan. En daarnaast kijken we ook nog terug met Vincent en Etienne. Ook dat gaan we nog eventjes doen. Dus volgens mij is dat een mooie wrap-up. En in dat laatste stukje dus met Vincent en Etienne kom ik terug op de vragen die in de chat zijn gesteld. En we hebben die vragen ook hier en daar een beetje geïnterpreteerd, hè, omdat het soms ook nog wat stellingen zijn. Maar de meeste vragen hebben we wel neer kunnen zetten als daadwerkelijke vraag. En dit is uit de losse pols. Dus voor de
voor Vincent en Etienne een uitdaging. Maar ook dat hoort bij onzekerheid. En we gaan het merken. Hoe dat verder verloopt. En helemaal aan het einde, maar daar komen we dan nog wel eventjes op terug. Even over hoe gaat dit nou allemaal verder? Wat we nu hebben opgestart. Deze community eigenlijk de beste besluiten. Nou, voordat we daar naartoe gaan, gaan we naar het volgende onderdeel. En dat volgende onderdeel, dat is dus samen met de tafelheren en tafeldame. Als het goed is, nu komen zij ook in beeld, hoop ik. Ja, kijk, daar zijn ze. Welkom allemaal. Weer. Wat ik ga doen, ik ga jullie gewoon per persoon maar gewoon vragen hoe je het hebt gehad en je ervaringen. En een terugkoppeling eigenlijk aan die hele groep in het thema De Beste Besluiten. Corine, mag ik bij jou beginnen? Dat mag. Dames, ga voor. Ja, zo is het. Heel goed. Ik zal eventjes kort toelichten dan waar we het over hebben gehad, voor de mensen die er niet bij waren. Ik had als thema de strategische agenda. Eind 2019 heeft ons waterschap, HDSR, de Stichtse Rijnlanden, heeft de strategische agenda in het leven geroepen met 10 strategische onderwerpen die wij op ons af zien komen, die extra aandacht vragen, die een nieuwe aanpak vragen, die meegaan op de klimaatveranderingen, andere ontwikkelingen. En 10 zijn er natuurlijk best wel veel. Dus we zijn bezig met een proces richting de voorjaarsnota. Dat is eigenlijk een eikpunt waar je de taart verdeelt. Hoe vertalen de keuzes die je op deze thema's maakt zich in een kostenplaatje ook? Wat voor keuzes maak je daar dan in? Per strategisch thema maakt het best wel complex, keer 10 thema's. Daarom hebben we het gehangen aan de voorjaarsnota. Dat is dus eigenlijk het moment dat je dwingt die keuzes te maken. En per strategisch thema hebben we 3 varianten opgesteld, waar je als bestuurder eigenlijk uit kunt kiezen om een beetje gevoel te hebben van wat is nou de range van dit strategische thema waar ik uit kan kiezen. Dat even als korte toelichting. We hebben het in de discussie voornamelijk gehad over de onderliggende vraag die daarbij hoort. Wat voor waterschap wil je zijn? Want dat zit er eigenlijk natuurlijk, ja, die keuzes die maak je op basis waarvan? Van ook een stukje identiteit. Wie ben jij als waterschap en als bestuurder? Waar ga je voor? Dus die vraag heb ik aan de mensen gesteld in mijn groepje. En de eerste opmerking was al gelijk van, hey, je koppelt 2 verschillende dingen aan elkaar. Een operationele werking van een voorjaarsnota, van een begroting, van kaders. En strategische onderwerpen die juist veruitkijken, die zich niet zozeer laten begrenzen. Dat is best wel heel complex. Misschien is dat er helemaal niet voor geschikt. Etienne zat er ook bij, die zei, ja, mensen vragen in een begroting keuze te maken. Dat wordt wel gezien als een middel. Maar lukt eigenlijk nooit echt helemaal. Dus toen was mijn vraag, ja, hoe werkt het dan wel? Hoe kunnen we bepalen wat voor waterschap we willen zijn? En toen werden ook een aantal voorbeelden genoemd van, eerst moet je je ambitie bepalen en daarna komen de maatregelen wel. Op zich wel een logische keuze, maar goed, wanneer moet je die keuzes dan maken? Want een ander zei ook weer, ja, je kunt niet wachten met het maken van keuzes totdat je alles weet. Soms is het ook gewoon een tijd die vraagt om keuze. En weet je op dat moment nog niet alle feiten of heb je nog niet alles in huis? Maar is het moment van die keuze maken eigenlijk belangrijker dan dat je alle informatie hebt? Even kijken. Vervolgens was ook wel een interessante discussie over proactief zelf bepalen als waterschap waar je voor staat. Iemand noemde al, nou, als waterschap heb je veel kennis in huis, je hebt ook best wel wat autonomie. Laat je niet te veel leiden door Europa of door landelijke regels, maar ga gewoon zelf als waterschap bepalen waar je voor staat. Stap even uit die rijdende trein, kijk wat er in jouw gebied nodig is en maak die keuzes. En een ander vulde juist weer aan, ja, maar je zit in een omgeving, die is niet alleen maar van jou, die is ook van provincies en gemeentes, die sluit aan op grenzen met anderen. Daar zul je toch ook wel aan moeten aanpassen. Dus dat was al gelijk weer een schurende
twee kanten eigenlijk die zo'n probleem al heeft. En tenslotte nog ook de ambitieniveau van je bestuur. Ik had een bestuurder erbij die zei, wij hebben een heel ander ambitieniveau dan onze buren. Ook een waterschap, vergelijkbaar, natuurlijk is de omgeving uiteindelijk relatief. Maar zij hadden een heel ander ambitieniveau en dan krijg je ook hele andere keuzes. Dus dat, het is niet alleen maar die klimaatverandering, opgaven, droogtes, stijgende zeespiegel. Dat is niet alleen maar wat het bepaalt, maar ook natuurlijk wie je bent als bestuur. En het collectieve ambitieniveau daarvan. Dus veel interessante inzichten opgedaan. En daar zijn we nog niet klaar mee, volgens mij. Ja, leuke gesprekken gehad. Nou, dat klinkt heel goed. En ik krijg ook al wel terug zo'n beetje aan de zijlijn van... dat zijn allemaal toch wel weer onderwerpen waar je heel lang over door kan praten, volgens mij. Want er zit een hele wereld van complexiteit achter. Maar mooi dat dit al de opbrengst is van even met elkaar zitten om hierover te praten. Ik wou naar Rob. Rob, heb jij iets ons terug te koppelen? Jazeker. Wij hebben binnen de groep vooral ons gefocust op besluitvorming in bij calamiteitenprocessen. Dus hoe doe je dat nou met calamiteit? Heb je per definitie te weinig tijd en te weinig info, maar je moet wel aan de bak. Het interessante is dat we daarbij het zogenaamde BOP-model even bij de kop hebben gepakt. Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Het was heel interessant om te horen. Ik had een groep met veel calamiteitenkennis in huis, ook over een hele mooie breedte. Dat was heel interessant. Dat betekent ook dat mensen zich ook heel erg herkennen in het BOP-model. Tegelijkertijd ook hebben gezegd van joh, dat beeldvormingsdeel aan de voorkant is cruciaal. Het is ook heel belangrijk dat je, voordat je besluiten neemt, dat je probeert met z'n allen dat beeld compleet te hebben. In de wetenschap dat je het nooit compleet krijgt. Dat was ook wel een bekend fenomeen. Dan is het een soort van, in die onzekerheid, zijn we als waterschappen misschien wel geneigd om te gaan denken in termen van scenario's. Vincent heeft daar aan de voorkant ook wat over gezegd. Kun je dan niks met scenario's? En toen kwam een van onze mensen aan tafel die zei van, dat hebben we gedaan. Maar je komt erachter dat als je die te gedetailleerd uitwerkt, dat je er niet uitkomt. Want elke calamiteit is uniek. En je stookt ontzettend veel tijd en het ultieme scenario vind je nooit. En je gaat je dan vervolgens achteraf aan afvragen waarom je er zoveel tijd aan gespendeerd hebt. Dus scenario's prima, maar tot een bepaalde orde grootte. Het interessante is dat waterschappen gelukkig zo weinig calamiteiten kennen, dat het ook heel ingewikkeld wordt om te leren. Dus hoe leer je nu besluitvorming in dit soort processen? En daar hebben we ook wel een hele leuke suggestie voor gekregen. Want dat BOP-proces, dat kun je eigenlijk in allerlei besluitvormingsprocessen toepassen. Dat hoef je helemaal niet te beperken tot besluitvorming bij calamiteiten. En het interessante is dat je dus in allerlei andere besluitvormingsprocessen kunt oefenen met dit model. Zodat op het moment dat het in het echi in een calamiteitensituatie plaatsvindt, mensen best wel bedreven zijn om zich te manifesteren binnen dat model. En misschien mensen ook aan de voorkant, voordat ze in zo'n overlegfase terechtkomen, ook zelf al heel veel moeite doen om informatie bij elkaar te halen die relevant is om uiteindelijk het juiste besluit te nemen. Dus dat vond ik wel onder de streep wel een heel interessant fenomeen. Wetende dat je als waterschapper toch vooral heel erg preventief georiënteerd bent. Hoe kun je dan oefenen met actieve situaties door in andere situaties gewoon hetzelfde model te hanteren? Zodat als mensen, ik vond een hele mooie uitspraak, dat op het moment dat dan adviseurs in zo'n overleg komen, ze meteen ook procesmatig snappen in wat voor processen stappen. Ja. Dus dat was... Ja, super. Ja, en dat is een mooie die structuur van die BOP, die P-BOP of de BOP die ze dan noemen. Voor mij hoor ik je daar ook in zeggen, je weet dan met elkaar ook wat de zekerheden en de onzekerheden zijn en hoe je daar dan vervolgens mee omgaat, hè, door dat systeem te hanteren. En dat is natuurlijk ook mooi, al om te weten van waar feiten er wel of niet toe doen en dat je daar samen ook consensus over hebt alvorens je tot een besluit kan komen. Dat hoor ik. Ja, precies. En jezelf ook dwingt om tot dat besluit te komen, omdat de tijd daar natuurlijk om vraagt. En dat je dat en dan ook een afweging krijgt van welke feiten doen er nou toe en welke niet. Dus het is ook het helpt ook om feiten te filteren aan de voorkant, de relevantie van feiten te filteren. Ja, super. Hartstikke mooi.
Geweldig, dankjewel Rob. Heel goed. Eventjes, we gaan even kijken. Roel, ik wil jou even het woord geven. Ja, dankjewel. Ik had een mooie mix ook in de groep. Wij hebben het speelveld zelf waarop die besluiten genomen worden stevig onder de loep genomen. Ik heb dat gedaan aan de hand van een modelletje wat ik wel veel gebruik. Van een andere hoogleraar, Mark Moore. Het is al wat ouder. De theorie, de manier waarop je publieke waarde kunt creëren. Het model is heel simpel, want het stelt een bestuur... werkt altijd samen met een organisatie in, dat is ook wat we van oudsher kennen. De organisatie die voert de besluiten uit en legt de feiten voor om de besluiten te kunnen nemen. Maar de derde bol die er heel duidelijk bij hoort is de samenleving die dat bestuur legitimeert en waar de organisatie ook steeds vaker rechtstreeks zaken mee moet doen. Om aan het bestuur voor te kunnen leggen hoe een bepaald besluit juist qua belangen in de samenleving valt. En we hebben een heleboel besluiten uit mijn praktijk met elkaar doorgenomen met een paar duidelijke vragen. De eerste die ik even wil noemen is wanneer doen feiten ertoe en wanneer niet? Nou, even wat Rob al zei, bij een calamiteit of als er echt snelheid van handelen is... Dan worden er niet al te veel hogere vragen gesteld. Dan zijn de feiten waarom het besluit nodig is heel erg doorslaggevend en relevant. En als je met juist hele hoge beleidsvragen bezig bent, dan zijn ook feiten belangrijk. Maar dan zijn het feiten die echt gaan over de effecten op de langere termijn. Maar dan wordt het wel veel moeilijker om die feiten aan te tonen. Want dan liggen de consequenties namelijk veel verder weg. Dat hebben we met elkaar gedeeld. Dus dat het heel goed is om echt naar het type besluit wat voor ligt en de urgentie te kijken voordat je aan de slag gaat met wat voor onderbouwing moet ronden. Een tweede waar we op stuiten, dat was ook wel een interessante in het gesprek, is die rol van de samenleving. Een beetje refereert ook aan de discussie die Corine net introduceerde. Die ken ik natuurlijk heel goed en daar hebben wij het ook over gehad. Keuzes maken door een bestuur voor het verdelen van middelen over allerlei beleidsdoelen die wat verder weg liggen. Die strategische agenda. Als je dat gaat doen, dan gaat ook heel snel de vraag komen van ja, is dat wel van ons? Of is dat niet van een andere partij in de samenleving? Bijvoorbeeld de rol die als waterschap bij de ruimtelijke ordening zou willen. Of bodemdaling remmen. Ja, dat doen wij als HDCR heel veel, maar daar heb je ook andere partijen bij nodig. De rol die je dan moet onderzoeken van jezelf in de samenleving en in verhouding tot andere rollen die andere partijen willen spelen, die wordt dan heel belangrijk, ook bij de besluitvorming daarover. En ja, vervolgens als je daar heel veel tijd voor wil nemen, dan heb je vervolgens ook weer heel veel mensen nodig die dat moeten doen vanuit de organisatie. En moet je dus ook kijken van wat betekent dat voor de organisatie. Dus het is een driehoek die elkaar behoorlijk in de greep heeft. En op dat speelveld vindt dus ook echt een behoorlijke transitie plaats. Daar moeten we ons bewust van zijn met de vraagstukken die op ons afkomen die veel onzekerder zijn. Die vragen ook echt wellicht een hele andere organisatie, een heel ander waterschap. Nou, dat hebben we met elkaar gedeeld. Daar was iedereen zeer geïnteresseerd om daar nog 10 uur over door te praten. Heel mooi. Ja, prachtig. Ja, Roel, dat is, het klinkt als ook heel complex allemaal. Hè? Omdat er dan in één keer wat hardere en zachtere materie bij elkaar lijkt te komen. Over wie wil je zijn versus wie zouden we moeten zijn vanuit onze oude manier van handelen, hè? Onze primaire processen, zoals we die dan wel eens noemen. Ik hoor dat in jouw verhaal naar boven komen. Ja, daar zit ik middenin met mijn eigen bestuur op dit moment. Maar ik hoorde ook veel herkenning bij de anderen. Dat, nou ja, bijvoorbeeld van Waternet, Alice van Waternet, die zei dat ook. Daar is men al vrij uitgebreid gewend om te participeren bij andere partijen. En dat levert ook een enorme extra hoeveelheid werk op. Daar zit gewoon ook heel veel werk in. En daar moet je goed naar kijken. Dat moet het bestuur ook zich beseffen. Dat een dialoog met de samenleving heel mooi en heel goed is. Maar ook wel heel veel werk is. Ja, kost ook wat. Last but not least, ik wil graag naar Jim. Jim, kan jij een mooie terugkoppeling geven over wat je hebt gehoord en ook geleerd volgens mij? Ja. Eigenlijk, wat ik vind ik wel mooi om mee te beginnen, PDCA is eigenlijk leren. Dat was het voor bedoeld. Maar wat we zien is dat we in opgaves zoals kaderrichtlijn water of in opgaves van de primaire waterkeringen, veiligheid, wordt steeds meer normgedachte. En worden we afgerekend of wel of niet vinken van normen. En dan is een PDCA niet meer als leermiddel, maar dan wordt het PDCA een afrekenmiddel. En dat heeft wel perversiteiten tot gevolgen.
Want als je dat gaat doen, dan gaat ook iedereen in zijn eigen hokje weer terug. Ik vond een mooi voorbeeld dat ik kreeg van de provincie Noord-Holland, medewerker. Die zei, ja, iedereen gaat aan de voorkant hartstikke leuk bezig, maar daarna, oh, maar ik word hierop afgerekend. Ja, nee, oh, hier ben ik van, daar is waterschap van, daar is nou, die partner van, daar is de gemeente van. Dus het perverse is dat we steeds meer dingen vastleggen in normen die we af gaan vinken. Maar daardoor wordt het ook steeds moeilijker om weer bij elkaar te komen. Nou, hoe kom je dan wel bij elkaar? Hè? Hoe krijg je nou voldoende comfort voor een bestuurder om af te wijken van een norm? Want daar komt het eigenlijk op neer. Hoe ga je voor zorg dragen dat de norm niet de waarheid is, maar daar waar we het voor doen, de maatschappij, wat we daar willen bereiken? En dat is comfort bieden. En dat is eigenlijk, vond ik wel mooi, dat hielp wel Vincent ons gewoon in het begin even mee. Die zei, ja, eigenlijk moet je helemaal aan de voorkant zeggen, er is geen normzekerheid. Eén ding weten we zeker, buiten gaat het in de toekomst anders dan de werkelijkheid. Een model komt nooit uit. En als er nou eens een normverandering komt, het wordt niet meer 1 op 10.000, maar het wordt 1 op 3.000 of 1 op 20.000, wat betekent dat? Of als de functiegebruik van een gebied nou is veranderd, wat betekent dat dan? Oftewel, ga vanuit een ander perspectief aangeven dat er geen zekerheid is door aan normen te hangen, maar dat er heel veel onzekerheden zijn. En waar ga je dan voor? Nou, en dat krijg je eigenlijk een stukje opening, wat wij dan als ambtelijk apparaat mee moeten helpen het bestuur comfort te bieden om er anders zijn besluitvorming neer te leggen. En dat is wel de opening waar we ook tot andere samenwerking komen. Ik vond het wel mooi, voorganger haalde het net aan. Ja, je kan als wij de norm aanhangen, dan gaan we als waterschap ga ik in mijn eigen waterbakje en dan ga ik kader en weer aanleggen en dan gaan we door, gaan we door, gaan we door. Maar als wij erbuiten overheen stijgen en zeggen, goh, er moet nog stikstofcompensatie moet in de gebieden gebeuren. Er moet er nog omvorming van de landbouw gebeuren. We krijgen heel andere klimaten. Stel dat we in een gebied een ander functiegebruik doen, hebben we ook alle doelen gehaald zonder alleen maar die normnastreving te doen. En zeker weten dat we niet eigenlijk het goede voor de maatschappij doen. Dus wat haal ik hier nou uit op? Heb het lef om de norm ter discussie te stellen. Ga dan redeneren vanuit, joh, er is geen zekerheid. Er zijn heel veel onzekerheden, maar welke wil je dan afgedekt hebben? En bied daar dan comfort in, zodat het goede verhaal naar de andere overheden gehouden kan worden. Want ja, Brussel rekent ons af op. Nou, hoe kan je dan goed uitleggen waarom je de norm toch niet hebt gehaald en waarom dat zo is gebeurd? En dat je toch daarmee het effect bereikt wat je wil bereiken. Dus bied comfort, dan kunnen we ook naar andere gesprekken toe. Kan je niet alleen, dat is een belangrijke toevoeging die ik ook nog kreeg, je moet dus met je mede konuiten, leefwaterschappen, provincies samen op gaan trekken. En je moet ook omhoog toe, van jongens, jullie zitten hier op te sturen, maar bereik je daarmee wel wat je wil bereiken? Dus we moeten ook durven te weerspreken dat dit wel de waarheid is. Nou, dat is ook voor ver. Nou, aan de hand van een projectbesluit, kun je nagaan. Ja, moet je eens voorstellen. En volgens mij, jij had een presentatie gemaakt van nog meer slides. En ik had je had me al verteld dat bij slide 1 het eigenlijk al op dit gesprek stopte. Ja. En niet stopte, maar juist doorging alleen maar op één voorbeeld. Heel mooi. En mooi ook die parallel die je maakt tussen enerzijds die normen, die schijnveiligheid of schijnwerkelijkheid versus de realiteit buiten. Hè? En, die koppeling daarmee. Nou, tafelheren en tafeldames, heel erg bedankt. En ook vooral bedankt aan de mensen die hebben aangeschoven bij jullie gesprekken. En daarmee eigenlijk al jullie casussen hebben verrijkt met nog meer informatie en nog meer kennis. En voor mij ook een gemene deler van hey, hier zit nog wel iets om verder te ontdekken met elkaar. En verder van elkaar te leren. Heel fijn, dank jullie wel. Wat mij betreft gaan we nu naar een punt dat zoiets heet als de reflectie. Dus wat mij betreft gaan we daar nu naartoe. En dan komen we ook onder bij de afronding van deze community of practice, de beste besluiten. Hey Vincent en Etienne, jullie toch als experts ook op dit vlak zijn we misschien allemaal wel een beetje. Ik heb een aantal vragen, had ik sowieso in de chat ook zien staan. We gaan die niet allemaal behandelen, maar ik wou jullie twee dingen vragen. In ieder geval stel ik aan allebei van jullie even één vraag uit de chat. En ik wil graag ook even jullie kleine
weerspiegeling en reflectie hebben op wat jullie zagen aan de tafels gebeuren. Om maar eventjes met de deur in huis te vallen. Etienne, Imke, collega die mee heeft geluisterd, die vroeg iets zoals onzekerheid is een belangrijk, maar hoe neem je daarin de variabelen nou eigenlijk mee? Hè? Dus dat je weet dat onzekerheid bestaat, dat is allemaal hartstikke leuk, dat kunnen we tegen elkaar zeggen. Maar hoe zorg je er vervolgens mee dat je in een model eigenlijk die variabelen dan ook goed kan inbouwen en dat je daar ook helder over bent? Dankjewel, ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk traditioneel, maar Vincent kan mij corrigeren als ik het verkeerd zie. Werd het nog vaak aangepakt door één model te bouwen van het systeem waar we ons bewegen of het issue waar we voor staan. En dan binnen dat model zijn er een aantal onzekere factoren. Hè? Noem een rentestand, economische ontwikkeling, et cetera, et cetera. En dan kunnen wij de beleidsbeslissingen die we willen gaan checken, kunnen we onder die scenario's runnen. Een scenario met hoge rentestand, een scenario met lage rentestand, met hoge economische ontwikkeling, met lage economische ontwikkeling. En we kunnen ook nog al die onzekere factoren tegen elkaar uitzetten. Nou, dat is allemaal al complex genoeg. De methodes waar Vincent het over had, over diepe onzekerheid. In dat geval heb je over die core structuur van het model, is veel minder zekerheid. Dus ik denk aan, ik heb artikelen gezien bijvoorbeeld over terrorisme. En dan zijn de deskundigen het niet eens. Het onderliggende model van hoe terroristische aanslagen tot stand komen, zeg maar, dat verschilt. Er is niet één model, maar twee of drie. Maar in principe kan de software die daar tegenwoordig voor draait, dat ook aan. Dus het doel is dan nog steeds om te kijken welke beleidsopties die werken onder deze range van onzekerheden. Dus je gaat toe naar robuuste opties die werken onder de onzekerheden die wij nu al kunnen zien aankomen. Maar Vincent kan daar vast nog veel meer over vertellen. Heel goed. Ja, heel kort. Je praat inderdaad over een portfolio van modellen. En je probeert je oplossing uit binnen dat portfolio. En je kijkt welke maatregel het beste doet, gegeven die verschillende modellen die hetzelfde fenomeen beweren te beschrijven. Ja, helder. Hey, Vincent, en dan misschien ook wel een bruggetje. Henk Nijhoff die stelde de vraag. Hey, als je nou naar dat niveau 4 in jouw model eigenlijk opschuift, is dan eigenlijk het hele onderbuikgevoel, hè, want een van onze subtitels is van onderbuik naar onderbouwd, is dat onderbuikgevoel dan niet juist superbelangrijk om daar mee bezig te zijn en om dat ook als leidraad te hanteren? Ik weet niet of ik het als leidraad zou hanteren. Het is wel belangrijk, maar meer in de zin van welke afwegingen je gaat maken. Waar wil je op voorbereiden? Daarvoor heeft het mee te maken. Maar het is niet zo dat het puur op gevoel moet gaan. Dan lijkt het wel, dan wordt het wel een hele emotionele kwestie. Omgaan met onzekerheid, wat het natuurlijk niet slecht is. Maar de ratio zit er nog wel in. Alleen het voorspellende karakter moet je opzij leggen. Je moet het veel meer hebben over het exploratieve karakter. Daarbij zit je bij niveau 4. Ja, heel mooi. Dankjewel. Nog veel meer vragen die we ook hebben staan, maar omwille van de tijd, want ook de tijd haalt ons in. Wat ik beloof in ieder geval, dat antwoorden op deze vragen die ik hier in de chat heb gezien, dat die ook in de Teams-omgeving, waar iedereen die deelgenoot is van deze Community of Practice, dan ook kan kijken en kan teruglezen wat de antwoorden zijn op die vragen. Dus dat volgt naar deze bijeenkomst in de Teams-omgeving. Dan wil ik eigenlijk toe naar jullie reflectie, Vincent en Etienne. En wat mij betreft maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar we, bij wie we beginnen. Maar nou ja, Vincent, ik zou zeggen, zeg het maar. Ja, mijn reflectie, ik vind het leuk om en ook zeer interessant om te zien hoe de mensen openstaan voor onzekerheid enerzijds en daarmee willen omgaan, maar aan de andere zijde zich ook wel geketend voelen in de huidige instituties waar ze in zitten, de huidige werkwijze, de huidige processen, om het zo maar te zeggen. En hoe ze hun best proberen te doen van ja, we willen wel met die onzekerheid omgaan, het is geen onwil, maar we zitten nou eenmaal vast. En de grote truc natuurlijk is, hoe kom ik daaruit? En ik heb daar wel in één of twee tafels wel iets over gezegd. Jullie rapporteren natuurlijk allemaal braaf aan jullie bestuur of directeur of wat dan ook, die naar jullie toe komt en zegt van ja, luister, ik moet een afweging maken, er moet een plan komen, zoek dat uit en doe mij de oplossing.
Ja, en dat is leuk als je kan zeggen inderdaad, ja, doe maar een dijk of een dam of zo hoog en zo breed. Maar soms kan je dat niet. En dan moet je dat ook zeggen. Dus dan krijg je toch een discussie met je directeur veel meer van, ja, we kunnen wel deze oplossing verzinnen. Maar deze oplossing kan dus ook fout lopen. Dus je moet die directeur of bestuurder gaan overtuigen van het feit dat er plausibele situaties zijn waarbinnen de oplossing kan falen. Dat ten eerste. Ten tweede, als we het hebben over hoe je dingen organiseert. Mensen zullen zeggen, ja luister, we zitten nou eenmaal met dit kasregime. We zitten nou eenmaal met deze wetmatigheden. Daarbinnen moeten we het doen. Ja, maar de vraag is, als je het hebt over een paradigmaverandering, heb je het ook over een andere organisatie. En zit je niet meer met een jaarlijks kasregime, om maar eens wat te zeggen, van we moeten de pot leegmaken, want anders zijn we hem kwijt voor volgend jaar. Dus je moet met andere kasregimes gaan werken, je moet met andere regels gaan werken. Kortom, je organisatie moet, ja, het woord kanselen durf ik niet te gebruiken, dat is te populair taalgebruik misschien, maar je moet wel anders gaan werken ook. Ja? Ja. En ten derde, iets wat me ook nog opviel, is dat jullie ook, en dat vond ik echt, dat vond ik nog leuker eigenlijk, misschien wel dan het omgaan met onzekerheid, is dat jullie erkennen, het gaat niet meer alleen over water. Het gaat over allerlei aanpalende domeinen ook. Ja? En dat is interessant in die zin dat je ook, als je het hebt over problemen, in termen van oplossingen, misschien ook wel een deel van de oplossingen buiten je eigen domein kan gaan zoeken. Dus meer in de ruimte of in een hele andere ICT-sfeer. Ik geloof dat afgelopen maandag was dat er een artikeltje stond in het NRC over, hè, wat nou als de zeespiegelstijging niet 1 maar 2 meter is binnen x-aantal jaren. Wat gaan we dan doen? Nog meer mitigeren, nog meer adaptief? Of gaan we met z'n allen naar het oosten? Kortom, geven we over de komende decennia langzaam maar zeker gaan we een soort afbouwscenario voor Rotterdam, Amsterdam, et cetera beginnen. En komen we langzaam maar zeker richting Overijssel. Ik weet niet of Overijssel daar blij mee moet zijn, hè? Dat is een tweede. Maar het zou een oplossing kunnen zijn die je zeker niet zomaar mag opzij leggen. Ja, ja. Kortom, veel enthousiasme, veel openheid. En de grote uitdaging ligt denk ik in niet zozeer de hersens van de mensen veranderen die hier aanwezig zijn, maar de hersens van de mensen die uiteindelijk beslissingen moeten nemen. Om daar een paradigma shift te veroorzaken. Heel mooi. Dankjewel voor deze conclusie voor nu, Vincent. Later op de dag komen we jou nog wel een keer te spreken. Dat komt helemaal goed. Dankjewel voor nu. Etienne, ja, ongeveer een minuut nog om je slotpleidooi te lanceren. Omdat we, ja, de tijd is toch onze grootste vijand op dit moment. Ja. Nou, aansluitend op wat Vincent zei, ik ga gewoon heel snel praten. Maar wat mij ook opviel in het gesprek is hoeveel moeite het kost om van buitenaf naar binnen te denken, zo gezegd. En het zou hoeveel moeite kost om iets op de agenda te zetten. Omdat, omdat er heel veel stakeholders zijn, complexe problemen, samenhangen met andere terreinen. De organisatie was een uitvoeringsorganisatie, als ik het goed begrijp, in het verleden. Ik zou het de waterschappen gunnen als ze vanuit die enorme kennis die ze hebben iets op de landelijke agenda kunnen zetten. En nu ga ik proberen om in 50 seconden nog iets te vertellen. Ik ga naar conferenties die gaan over rekenmodellen. En in dat specifieke gebied, systeemdynamica, is ook ooit het rapport van de Club van Rome opgesteld. En ik zag laatst daar een filmpje over van meneer Forrester, professor Forrester, die het vakgebied heeft opgericht. En die vertelt dat het rapport van de Club van Rome speciaal goed verkocht in Nederland. En had hij dan een keer mee gepraat met de Dutchman, waarom dat zo was. En die zeiden, nou, we zijn een heel klein landje, we hebben heel veel mensen en we willen alles doen. Alles. En als we ergens als eerste tegen de grenzen aangelopen, dan is dat in Nederland. Nou, dat zien we volgens mij gebeuren. Toen dat over stikstof in de krant kwam, dacht ik, aha, nu moeten we serieuze keuzes gaan maken. Gaan we verder bouwen? Gaan we minder hard rijden? Minder aan landbouw doen? U zegt het maar. En er kwam ook een serieuze keuze uit, want we zijn 100 gaan rijden. Waar je vervolgens niemand meer over hoort, want er komt de COVID-crisis. Ja. Maar zou je nou niet met scenario's of op een andere manier dit alvast van tevoren kunnen zien aankomen? En is dan niet het waterschap een organisatie die dat kan aanjagen? Dat zou heel mooi zijn. Zeker. Krijg je een hele andere rol als waterschap in die onzekerheid? Precies. Ja, ja. Ja. Zeker. Dat hangt ook samen met Etienne, of bij Vincent, het laatste punt. Het openstaan en je ook beseffen dat het niet meer alleen om water gaat. Dat hoorde ik. Daar zit een duidelijk verband wat mij betreft. Precies. Anders lijkt het erop alsof iedereen op iedereen gaat wachten. Maar je kan ook dingen op de agenda zetten. Ja, heel mooi.
Dat brengt ons bij het einde van deze kennisfestival of festivaltent, zal ik bijna maar zeggen. Zometeen gaan de luiken gaan dicht. Hier sluiten we af. Maar niet zonder gezegd te hebben, iedereen bedankt voor de inbreng, voor de goede vragen, voor het leiden van de tafels en voor de kennis en expertise die jullie met elkaar, ook de mensen die luisteren, hebben ingebracht, bijvoorbeeld via de chat. Het stopt wat mij betreft niet hier, want het vuurtje wat in mij is gaan branden, zou ik graag door willen zetten met een community de beste besluiten. En als je daar nou ook interesse in hebt en je wil daarmee door, zorg er dan voor dat je in het Teams-kanaal, de link staat ook in de chat, dat je daar ook het vuurtje brandend houdt. Alleen op die manier kunnen we zo'n community of practice starten. Wat mij betreft op een onderwerp waar we nog lang niet over zijn uitgesproken. Ik wens jullie allemaal geweldig veel plezier de rest van de dag bij dit kennisfestival Do Facts Matter. Kom vooral ook zo meteen om, nou nu eigenlijk, bij het COVID-lunchbijeenkomst. En aan het eind, maar ook alle andere shows ertussen. Zie jullie graag. I hope that it doesn't come too late, so spare me my life, I'll have to show that I